Hallo en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik aan de slag in mijn nieuw gemaakte story journal. Zoals jullie hebben gezien was de vorige vol, daar heb ik net een flip-through van gedaan. Dus dit is weer de volgende. Ik ben op dit moment in oktober van vorig jaar, dus ik heb nog wat voorraad om te scrappen. En daar had ik deze mooie foto's van paddenstoelen en die wil ik nu hierin gebruiken. Ik gebruik de La Sombra Mesa kit, dat is de kit volgens mij van oktober vorig jaar. En ik had al wat papiertjes uitgezocht, bewust wat in de groene en de warm oranje kleur, want dat vond ik mooi bij de paddenstoel passen. Ik heb 6x8 sheet getrimd en daar een strook ga ik op de rechterkant van de bladzijde gebruiken. En de linkerkant is nagenoeg volledig het groene papier met hele kleine witte stipjes en cirkeltjes. Je kunt ze bijna niet zien nu op de video, maar straks in de close-ups zul je ze wel voorbij zien komen. En hier zie je papier dat ik al had gepakt. Oranje, groen en een beetje houtkleurig. En dat komt straks ook wel terug. En wat ik wilde doen is hexagons gebruiken, want er zat in de pocketpage een vel met hexagons. En daar zat een leuke quote tussen met Hello Fall. En op basis daarvan ga ik nu uit ander papier hexagons stansen. Ik gebruik hiervoor een stans van Joy, een basic cutting stencil, en daar zitten 4 stansen in hexagonvorm. En naast dat hij hem uitstanst, krijg je ook nog een klein stikrandje eromheen. Dus hij geeft net even wat meer effect. Nou, inmiddels laat ik jullie even zien dat ik 1 oranje uitstans en dan zijn ze nu allemaal uitgestanst. Wat oranje, wat groene en wat van die houtkleurige. En ik had een papiertje met eikeltjes erop. En dat vond ik ook wel heel mooi hierbij passen. En dan ga ik nu eens even kijken hoe ik ze wil gaan leggen. Ik wil dus een beetje, nou ja, wel aan elkaar, maar wel wat random op de pagina. Dus ik ben nu een beetje een vorm aan het maken om te zien hoe dat uit gaat komen. En ook dat de kleurtjes wat verspreid komen over de pagina. Nou, hier heb je zeg maar een bloemetje gemaakt. Dat vind ik dan niet mooi, want dat is dan te veel vorm voor mij. Dus vandaar dat er nu een groene naast gaat en nog een oranje. En dan is het voor mij meer random dan de bloemvorm. Dan wilde ik onderaan ook nog 3 van die hexagons gebruiken. En dan op de pagina aan de linkerkant komen ze een beetje als een soort lijn over het midden heen. Dat bedenk ik dan nu. Dus gaat die foto zo meteen naar beneden. Zodat de foto gecentreerd op de pagina terechtkomt. Hier een beetje qua kleur verdelen. En ik stop hier de groene onder, maar die groene gaat daar zo meteen weg. Want daar komt de Hello Fall hexagon die ik uit het cutting cut apart sheet had gehaald. Zie, daar is die. En die komt er overheen in plaats van eronder. En dan kan die groene mooi nog opgevuld worden onderaan. Dan ben ik op zoek naar mijn quote. Die had ik ergens neergelegd. Ik had een kaartje met een quote, maar ik kan hem niet vinden tussen de rotzooi. Maar daar is hij inmiddels. En die quote, daar staat op Fall in love with the season. Nou, het is half oktober, dus begin van de, nou tenminste, echt midden in de herfst, dus vandaar. En dan ga ik nu de pagina opbouwen. Ik heb lijntjes om papiertjes gezet en dan kan het fotootje op het oranje papiertje worden geplakt. Dat oranje zit trouwens een klein wit gritje in. Maakt het net even iets meer qua, ja, het geeft wat minder vlak gevoel. En dan kan de strook aan de rechterkant geplakt worden.
En dan kan ik de hekselhons gaan vastplakken. Ik had van tevoren even een foto gemaakt. Dus mijn camera ligt buiten beeld. Zodat ik kan zien hoe ik het bedacht had. En het boekje is vrij nieuw. Dus hij valt nog een beetje open. Dus even een klemmetje erop. Zodat hij een beetje vlak blijft. En dan kan ik één voor één de hexagons gaan vastplakken. Ik bespaar jullie om dat allemaal te laten zien hoor. Want dat is saai. Ik gebruik hiervoor Tacky Glue. Voor mij werkt dat perfect. Je kunt nog even schuiven, je kunt hem nog even recht leggen. Maar daarna zit het ook vast. En zometeen zul je zien dat ik daar wel een probleempje mee heb. Ik had hem natuurlijk op mijn glasmat neergelegd. En dacht dat dat ongeveer de breedte zou zijn. Maar mijn pagina breed toch iets minder breed. Dus vandaar dat ik nu eentje ook over de pagina laat lopen. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel leuk. Want dat geeft een beetje het effect wat het bij elkaar hoort. Alleen ik was vergeten dat het groene papier bijna de hele pagina bestrijkt. Dus die moet daar straks nog weer onder. En ik heb het Tacky Glue onder gedaan. Het komt allemaal goed hoor. Dan de drie hexagons die onderaan komen. En daar laat ik er ook eentje van de pagina aflopen. Die knip ik volgens mij bijna tegen het einde pas af. Alle drie de kleurtjes zodat die weer terugkomen. En dan kan ik met de linkerkant aan de slag. En dat betekent lijntje zetten en in elkaar plakken. De lijntjes zijn gezet, foto is geplakt en dan kan de foto op het groene papier. Het voordeel van het werken op een nagenoeg geheel vel is dat ik nu buiten het boekje kan werken. Dus nu ga ik de hexagons erop plakken. En ik heb niet helemaal lijm tot aan de randen gedaan en dan kan ik makkelijk die hexagons er nog onder schuiven, zodat het net lijkt of ze eronder vandaan komen en het wat doorloopt. Dan hebben we die groene die voor de helft erop komt. En je zult straks zien dat ik die andere helft nog daarboven ga gebruiken. Omdat ik het nu zo'n gat vind onder die foto. En ik had niet meer hexagons. Ja, een bruine. Maar ja, dan heb je twee van die bruine naast elkaar. Dus dat kan dan ook weer niet. Nou, deze bruine die loopt ook van de pagina af. Dus die knippen we straks het stukje er nog weer af. En dan kan de Hello Fall erbovenop. Nou, hier heb je dat stukje groen wat ik nog wil kijken of dat eronder past. Dat past. Dus die stoppen we daar nog. En dan kan de bruine bovenkant er denk ik af. Ja. Nou, hier kom ik erachter dat dat oranje stukje in de weg zit. Dus even mijn pincet pakken. Voorzichtig lostrekken. En zo is het genoeg dat hij er precies onder kan. Dus dan kan ik dat groene blad ook vastplakken. En dan schuiven we die voorzichtig onder dat restje oranje. Oh, ik had die foto nog niet vastgeplakt. Die kan er nu ook op.
Nou, dan kan ik aan de slag met mijn kootkaartje. Dat hele kaartje vond ik te groot om erop te doen, dus ik snij hem in strookjes. En er zaten om die width en de season al grijze lijntjes heen. Dus daar heb ik omheen geknipt. En dat betekent dat ik alleen over het fall in love nog een lijntje moet doen. En ik kies er toch voor om dat in het zwart te doen. En niet in het grijs zoals het bij die andere strookjes is gedaan. En dan kan dit daarop geplakt worden. Even kijken hoe ik het nou precies wil hebben. En dan heb ik ook de titel van mijn pagina meteen. Ik heb deze kit ook wel voor andere pagina's gebruikt buiten het herfstseizoen. Ja, dan is zo'n coat toch een beetje lastig. Maar hier kon hij perfect bij. En deze stickers zaten ook in de kit. En ik kies ervoor om een aantal verspreid over de pagina te plakken. Op deze staat Falling into Fall. En hier komt All for Fall. Allemaal een beetje in de herfstthema. Hier komt Autumn. En de laatste wordt Hello Fall. En als laatste kan ik nog wat enamel dots erbij doen. En ik kies ervoor om de groene en de wat warm oranje bruinachtige erbij te plakken. En niet die licht oranje. Want ik had het gevoel dat die wat weg zouden vallen. En bij elke sticker komt ook wat enamel dots. En dat maakt het hier af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Als dat zo is, geef me dan een duimpje. Hierna komen nog een aantal detailfoto's. En heb je vragen? Stel ze in de comments. En tot de volgende keer. Doei!